af. Als u één ding in uw leven zou mogen kiezen waar u meer aandacht aan zou kunnen geven, wat zou dat dan zijn? Ja, dat is een goede vraag, zeg. Misschien nog meer bewegen. Huiswerk. Meer tijd. Ik zou nog meer aandacht geven aan stilte met de Heer. Ik heb er volgens mij in de afgelopen 3 jaar echt maximaal 5 uur aan besteed. Dus misschien is het wel handig als er wat meer... Ik juist minder tijd. Nee, ik doe alles wat ik wil. Nee, ik zou meer tijd aan mijn hobby besteden. Zoals kunst of dansen en zo. Als ik één ding zou mogen veranderen om meer tijd te besteden, dan zou het tijd aan mezelf zijn. Is dat gemeen? Nou ja, ik denk dan toch wel mijn familie eigenlijk. Mensen met teleurstellingen. Er zijn zoveel mensen met allemaal verschillende huwelijksproblemen, kinderenproblemen. Dus allerlei problematiek. Ja. Ja. Slapen. Genoeg slaap, ja. Ja. Je bent heel vaak nog tot laat in de avond bezig. Je gaat toch minder snel, je bent minder snel moe. Ja. En dan heb je te weinig slaap. Door je telefoon vooral. Ja. Dus, en het is een gave die de Heer mij gegeven heeft. We hebben het. En dat we dat kunnen uiten voor mensen. We doen het al, maar dat willen we nog meer gaan doen in het algemeen. Hobby's, vrije tijd. Waarom precies daaraan? Omdat je daar, dat is het eerste wat je voor jezelf wegstreept. Als je een druk leven hebt, dan is het eerste wat je laat vallen. Dat zijn de dingen die je zelf leuk vindt om te doen. Ik denk, je neemt je familie misschien ook voor lief, want die zijn er altijd wel ofzo. Nou, mijn inzet mag wel wat omhoog hoor. Ja, daardoor, mijn cijfers zijn op zich wel goed, maar ik denk dat ze wel wat beter kunnen. En dat wil ik ook, dat ze beter worden. Met de kinderen dan, je bent voornamelijk bezig met de kinderen eigenlijk. En dan, zoals nu bijvoorbeeld, zijn we wel bezig met shoppen voor school, voor kleding. En dan vergeet je gewoon jezelf. Gewoon doordat je te veel met andere dingen tegelijk bezig bent en daardoor niet je rust hebt. Ja, dat je constant met de mensen om je heen bezig bent tegenwoordig. Gewoon dingetjes die ik nu eigenlijk niet meer doe. Zoals ik hou heel erg van lezen, dat doe ik bijvoorbeeld niet. En daar kan ik heel erg van genieten, gewoon van een goed boek. En dat is nu eigenlijk niet. Als ik aan het begin in een boek wil ik hem ook lezen tot het uit is. En dat kan nu gewoon niet, want er komt altijd wel een kind tussendoor. Nu ook. Als ik een verschil kan maken, om met een goed hart, ja, meteen te zeggen van ja, je moet gelovig zijn om dat te doen. Maar van natuur, als je een hart hebt en je weet dat liefde is, ga je bekommeren om zo iemand. Ook al is het maar een uurtje per dag. En dan denk je hebt toch een uurtje per dag, maar dat is niet zo. Want als ze naar bed zijn, dan ben je toch nog voor ze bezig. Maar hoe zou het je leven beïnvloeden als je er wel tijd voor zou maken? Ik denk dat mijn ouders het wel heel leuk zouden vinden als ik daar vaker langs zou kunnen. Ik denk dat je wat rustiger in het leven staat. En dat je jezelf blijer voelt, omdat je niet het gevoel hebt dat je jezelf tekort aan het doen bent. Minder stress, denk ik. Ik denk dat ik dan zeg maar het beter vooruit kan plannen qua toetsen, waardoor ik juist ook wat relaxter word. Ik zou er misschien wat beter uitzien. Wat meer of meer uitgerust. En wat houdt u tegen dan om het niet te doen? De druk van de dingen die belangrijker zijn in je gedachten. Hey, en is het haalbaar voor jullie, zeg maar? Gewoon meer tijd aan school? Vast wel. Ja. We gaan het volgende week merken, maar dan begint school weer. Ja.